Goedendag. Een mooie zonsopkomst vanmorgen. En vanmiddag hebben we ook te maken met flinke zonnige perioden. Maar heel erg prettig is het niet, want er waait wel een stevige oostenwind. Dat zien we ook goed terug hier op het water, die ribbeltjes. En die wind kan dat lenteachtige gevoel dan toch wel een beetje drukken. Maar goed, we hebben ook niet heel veel te klagen. Want we hebben wel te maken dus met die strak blauwe luchten. En in combinatie met die ontluikende natuur is dat dan echt wel heerlijk weer om erop uit te gaan. Maar wel even met een extra dikke jas aan, dus. Op de weerkaart hebben we nu te maken met een laagdrukgebied ten zuidwesten van ons en hoge druk ten noordoosten, met daartussenin dus die stevige oostenwind. Daardoor dus wel die zonnige periode, maar ook die stevige oostenwind. In de loop van het weekend krijgen we met meer bewolking te maken, kan het ook af en toe wat gaan regenen. Voor het zover is dus nog wel die zonnige periode, maar daarna dus echt wel even iets ander weertype wat aanstaande is. Vanmiddag hebben we dus absoluut nog niet met dat bewolkte weer te maken. Er zijn zonnige perioden. De temperatuur komt uiteindelijk uit zo tussen 9 en 12 graden. Maar het kan wel zo'n 5 of 6 graden kouder aanvoelen door de matige oostenwind boven land tot mogelijk vrij krachtig aan zee. Dus hou daar even rekening mee als je erop uitgaat. Vanavond en vannacht zijn er met name in het noorden nog opklaringen. Daarin kan het nog afkoelen tot richting het vriespunt. Aan de grond zou het echt wel kunnen gaan vriezen. In het zuiden, daar komen meer wolkenvelden voor en dan liggen de minima zo rond 3, 4 à 5 graden. En de wind die zwakt iets af is overwegend zwak boven land en nog matig aan zee. Zaterdag wordt dan een prima dag. Zeker landinwaarts hebben we zonnige perioden. In het zuiden wel iets meer bewolking, maar daar dan ook wel de hoogste temperaturen. Met misschien wel 15 graden daar. De wind is iets minder aanwezig en daarom is het dus echt wel heerlijk weer om erop uit te gaan. In tegenstelling tot de zondag, want dan staat er toch wel iets van regen op het programma. Zeker in de zuidelijke provincies van het land is in de loop van de dag kans op een spatje regen... De temperaturen liggen wel nog steeds vrij hoog, zo tussen 10 en 12 graden. Maar als je in het weekend van plan bent om erop uit te gaan, dan zou ik toch de zaterdag uitkiezen. Kijken we dan even ietsje verder. Ik zei het natuurlijk net ook al. Dan krijgen we een iets wisselvalliger weertypen. Maandag een graad of 11 met kans op wat regen. Weinig ruimte voor de zon, net als de dinsdag. In de loop van de nieuwe week dan zien we toch weer wat meer ruimte voor de zon. Hoge druk gaat dan weer iets meer invloed uitoefenen. En dan krijgen we mogelijk dus toch weer iets van lenteachtige taverelen. Tot de volgende keer.